En dus wil Kees van de Knaap op het kazerneterrein afspreken om terug te kijken op zijn decennium als eerste burger van Ede. En we doen dat aan de hand van archiefbeelden. Bij mensen van buiten Ede staat het dorp op de Veluwe toch vooral bekend om problemen in de wijk Veldhuizen. In de afgelopen jaren waren er regelmatig relletjes en autobranden. Ik had het enorm te doen met de mensen die het overkwam, maar ook met alle inwoners van Veldhuizen, want ja, die wonen in koophuizen vaak. En ja, dan denk ik, ja, wat een drama is dit eigenlijk. Uiteindelijk heeft de politie toch een aantal van de daders opgepakt en toen was het ook weer gauw rustig. En ik hoop dat mijn opvolger hier niet mee te maken krijgt, want dit was voor de burgemeester, maar met name voor de mensen die in Veldhuizen wonen, een hele vervelende tijd. Operatie Market Garden op de Ginkelse Hei, de jaarlijkse dodenherdenking. En 30 van deze 44 mensen hebben in het mausoleum hun laatste rustplaats. Van de Knaap vindt het erg belangrijk om stil te blijven staan bij die Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is ieder jaar een hoogte- en een dieptepunt eigenlijk. De herdenking, hier in Ede worden in alle dorpen van Ede 4 mei herdacht. Overal is een monument. En als ik dan die verhalen vertel, hoe mensen zich verzet hebben tegen de tirannie van de Duitsers, ja, dan raakt me dat als persoon en kost het mij ook moeite om mijn emotie niet te laten blijken. Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar je bent er zeker ook op leuke momenten. Bijvoorbeeld bij de opening van een Jeu de Boelbaan. Kijk eens. Nou, ik sta altijd heel graag naast de mensen. Niet boven, maar naast de mensen. Want ik ben ook een inwoner van Ede. En wat is er nou leuk om met elkaar dan ook het feest wat af en toe plaatsvindt, om dat ook met elkaar te vieren. Interactie die Van de Knaap leuk vindt. Maar in discussies bijvoorbeeld rond het asielzoekerscentrum ging die interactie, zeker op social media, hem veel te ver. U wil niet weten hoeveel reacties ik toen op social media heb gehad. En met discussies over AZC. Wat er allemaal over iemand kan worden verteld. En het gaat niet om één of twee. Ik geloof dat ik op een zeker moment, toen tijdens die kerstperiode met dat zwembad, dat ik 4000 mailtjes heb gehad. En zo gaan wij dus in deze samenleving met elkaar om. Nou, dat is niet de samenleving die Kees van de Knaap voorstaat. En dus gaat hij morgen van Twitter af. En gebruikt hij zijn Facebook-account alleen nog privé.